Heb je in de doe-het-zelf-zaak soms ook het gevoel dat je niet weet welke plugin je precies moet kiezen? Dat probleem lossen we op in de volgende aflevering. Zo heb je de volgende keer zeker goed gekozen. Je kent dat gevoel wel. Je wilt thuis iets in de muur verankeren. Je trekt naar de doe-het-zelf en je komt die tegen. Heel het assortiment aan verankeringen. Maar welke kies je nu het best? Dat hangt van een aantal factoren af natuurlijk. Wij gaan in deze aflevering eens toelichten welke je het best kiest, in welke situatie. De eerste referentie is natuurlijk de verpakking van je verankering. Ik heb hier pluggen gekozen en er zit al direct wat informatie. Hier staat bijvoorbeeld 8x40. Die 8 slaat op de diameter van je plug, dus hoe dik dat je plug is, maar ook hoe dik dat je boorgat moet zijn. Die 40 slaat op de lengte van je plug, ook uitgedrukt in millimeter. En hier zie je in welke materialen je deze specifieke plug kan bevestigen. Als je de verpakking omdraait, zie je nog een hele hoop andere informatie staan. Zie je hier bijvoorbeeld de diameter van je plug staan en hier de diameter van je boorgat. De diameter van je boorgat komt ook altijd overeen met de diameter van je boor. Dan de lengte van de plug en hoe diep je moet boren. Een algemene regel daarin is dat je een centimeter dieper boort dan de lengte van je plug. Dus hier hebben we pluggen van 40 mm, dan boren we 50 mm diep. Wat er ook op staat is de DS en dat staat op de diameter van je schroef, welke diameter je schroef nodig heeft. Om de meest stevige verankering te krijgen, kies je voor holle materialen best de kleinst mogelijke diameter. En voor massieve materialen, zoals bijvoorbeeld beton, kies je best de grootst mogelijke diameter. Je neemt je schroef eigenlijk 1 centimeter langer als de lengte van je schroef plus de dikte van het materiaal dat je wilt bevestigen. Heb je dus een schroef van 40 mm en een plank van 10 mm dik die je eraan wil bevestigen, neem je niet de schroef van 50 mm, maar van 60 mm. Soms is het niet altijd meteen duidelijk waar dat je in gaat verankeren. En daarvoor bestaat er een handig trucje. Je neemt een boordje met een kleine diameter en je boort al eens op de plaats waar de verankering gaat komen. Heb je een rode kleur van boorstof, dan duidt dat op een stenen ondergrond. Heb je een grijze kleur boorstof, dan duidt dat op een betonnen ondergrond. En wit duidt op cellenbeton of op gipskarton. En het verschil daartussen kan je merken aan het feit dat het boorstof van gipskarton net iets lichter en kleveriger is dan dat van cellenbeton. Heb je een vast gesteente, zoals deze baksteen of een betonblok, dan kan je kiezen voor de universele plug, voor een gewone spreidplug of voor zo'n constructieplug. En eventueel een isolatieplug als je isolatie moet bevestigen. Ook kuilbouten, maar dat is dan eerder voor de zware lasten, en betonschroeven. Die dienen ook voor zware lasten aan te hangen. En voor de echt stevige verankering ga je natuurlijk voor een chemische anker. Zo'n chemisch anker, dat kan je ook bevestigen in een snelbouwsteen. Maar dan moet het wel voorzien zijn van een speciale huls. In een snelbouwsteen kan je een gewone universele plug ook toepassen. En ook een constructieplug. Heb je cellenbeton, ook een soort van snelbouwsteen, dan gebruik je de speciale cellenbetonschroeven. Of cellenbetonpluggen met schroefdraad. Ook de universele plug kan je hier natuurlijk toepassen. In gipskarton of in andere holle ruimtes kun je natuurlijk de universeel plug ook gebruiken. Of deze speciale gipskartonplug die zelfborend is en met een schroefdraad voorzien. De paraplu-pluggen zijn ook speciaal voor in holle ruimtes te verankeren. En de tuimelplug is eigenlijk ook specifiek daarvoor bedoeld. De eerste plug die je zeker in huis moet halen is het manusje van alles onder de pluggen, de universeel plug. Die gaat zich in zowat elke ondergrond stevig verankeren. Zo gaat die in beton of baksteen, eigenlijk in elk vast gesteente, uitzetten.
En in een holle ruimte, zoals in gipskarton, gaat dat achter het gipskarton een knoop vormen en zo ook een stevige verankering geven. Zo'n universeel plug heeft een aantal specifieke eigenschappen. Zo heb je dat kraagje hier vooraan, dat ervoor gaat zorgen dat de plug zich niet in het materiaal of door het materiaal doortrekt. En zie je ook bij sommige pluggen zo van die vleugeltjes. Die vleugeltjes dienen natuurlijk niet zodat je plug kan gaan vliegen, maar het gaat ervoor voorkomen eigenlijk dat je plug, als je er een schroef in draait, dat ze mee gaat ronddraaien en zo geen stevige verankering gaat vormen. Hetzelfde is dat bij deze eigenlijk, die heeft geen vleugeltjes, je ziet dat. Maar die is eigenlijk iets groter dan het boorgat. Dus een paar tiende van een millimeter groter, zodat die zich altijd verankert vooraan in het boorgat. Deze ken je waarschijnlijk ook wel. Dat is de meest bekende plug. Als je een lamp koopt of je koopt eigenlijk iets in de doe-het-zelf, zit er meestal ook zo'n plug bij. Dat is een spreidplug. Dat betekent niet, omdat die overal bij zit, dat die voor elk materiaal geschikt is. Eigenlijk is die enkel voor massieve materialen of vaste gesteenten geschikt, zoals beton of baksteen. Wat gaat die plug doen? Wel, die gaat zich eigenlijk uitzetten. En in massieve gesteenten is dat perfect, maar als je dat bij een gipskartonnen wand gaat doen, dan ga je voor problemen komen te staan. Je hebt natuurlijk bij renovatie tegenwoordig heel veel te maken met gipskartonnen wanden. Daarvoor zijn er ook aangepaste pluggen, dat zijn de paraplu-pluggen. En doordat je daar iets tegen gaat wijzen, gaat hij zich achter de gipskartonnen wand uitspreiden en zo een stevige verankering vormen. Net hetzelfde met deze. Hier zit er al wel een haakje bij, die kan je meteen gebruiken dan om een kader aan te hangen. Een variant daarop is de tuimelplug. Dus die is eigenlijk, die spreidt zich automatisch open. En die wordt vooral gebruikt in valse plafonds. Om een lamp bijvoorbeeld aan een vals plafond te hangen. Je boort je boorgat, steekt ze erdoor, ze spreidt zich automatisch open en je draait ze aan. Je hebt ook een aantal van die vreemde pluggen waar daar al een schroefdraad aan is bevestigd. En die dienen vooral om te bevestigen in broze materialen. Zo heb je bijvoorbeeld deze, die dient voor cellenbeton. En iedereen die thuis cellenbeton heeft of er ooit al eens in geboord heeft, zal zich dat vast wel herinneren. Dat is een heel broos materiaal en brokkelt heel snel af. Daarom boor je ook het best in cellenbeton met een metaalboor. Vergeet zeker ook de klopfunctie van je boor niet uit te zetten. En net een diameter kleiner dan de diameter van je plug. Deze ken je misschien ook wel. Dat is er een voor gipskarton. En nog meer dan dat, die is zelf borend. Gewoon met een schroefkop, met een PH2, kan je die rechtstreeks in je gipskarton boren. Dus zelfs niet meer voorboren, niks, gewoon rechtstreeks erin. Zo snel kan je werken. En deze, dat is een beetje een speciaal geval. Die dient voor in harde isolatieplaten. Bij grotere werken, zoals bijvoorbeeld renovatiewerken of bouwwerken, kom je ook nog een heel ander soort assortiment pluggen tegen. Zo heb je bijvoorbeeld de slagpluggen in verschillende maten en kleuren. Dat zijn zeer handige pluggen. Het werk daarmee gaat zeer snel vooruit. Het enige wat je eigenlijk moet doen, is gewoon je materiaal dat je wilt bevestigen en de ondergrond in één keer doorboren. Als je een universeel boor hebt, dan gaat dat zelfs in één keer. En dan sla je gewoon je plug erin met de hamer erop. En je ziet, de meeste hebben toch nog een schroefdraad. En die dient dan om achteraf kleine aanpassingen te doen of eventueel later te verwijderen. Een variant daarop zijn de zogenaamde isolatiepluggen. Iedereen heeft die wel in huis. Alleen weet je het meestal niet, omdat ze meestal verborgen zitten. Maar die dienen om harde isolatieplaten aan de muur vast te maken. Deze werken volgens hetzelfde principe. Dus het zijn terugslagpluggen. En je ziet dat die volledig uit nylon bestaan. En dat is natuurlijk om koude bruggen te voorkomen. Dit is een apart geval. Die bestaat uit twee delen. Een nylon gedeelte waarmee je de isolatie bevestigt. En een spouwanker dat je er zelfs achteraf nog in kan slaan. Je hoeft dat er dus zelfs niet in te slaan als je de isolatie zelf bevestigt.
Keilbouten, dat zijn een soort van metalen verankeringen die net zoals slagpluggen gebruikt worden voor in massieve materialen. Het principe is gelijkaardig aan een spreidplug, dus door die aan te draaien gaat dat zich mooi openspreiden en zich zo verankeren. Deze, dat lijken wel schroeven, maar eigenlijk zijn het ook verankeringen. Dat zijn betonschroeven. Dat betekent dat je die rechtstreeks in het beton kan schroeven. Natuurlijk moet je daar wel eerst voor voorboren. En dat doe je best met een diameter die kleiner is dan de diameter van je betonschroef. Een variant daarop is deze zelfborende celbetonschroef. Zoals de naam het al zegt, is die zelfborend, dus je hoeft zelfs niet meer voor te boren. Je kan gewoon rechtstreeks met je schroefboormachine deze in je celbeton verankeren. Zo'n celbetonschroef of zo'n gewone betonschroef is trouwens een zeer stevige verankering, moest je daaraan twijfelen, omdat die zich op de verschillende punten van de schroefdraad gaat vastzetten. De laatste verankering die we gaan tonen is een beetje een speciale. Dat is de chemische verankering. En dat is de enige plug, als het ware, die zich zowel aanpast aan de boorholte die je maakt, als aan hetgeen dat je erin gaat bevestigen. En meestal is dat een gewone draadstang. Chemische ankers bestaan uit twee componenten. In de tube, zoals hier, zitten die nog gescheiden. Maar door middel van dit mondje gaan ze op het einde bij elkaar komen. Belangrijk wel is dat je eerst er een beetje uit het chemische anker doet, zodat je een egale kleur krijgt. Je zal dat wel zien, na 10 centimeter eruit te doen of zo, krijg je een egale kleur. Dan is het tijd om je boorgat te maken. En je boorgat maak je in functie van de draadstang die je gekozen hebt. Vergeet ook zeker niet, voor je alles gaat inbrengen, om alles uit te kuisen. Zou je dat niet doen, je boorholte uitkuisen, dan heeft het chemisch anker maar 60% van zijn trekkracht en gaat het dus ook minder zware gewichten kunnen houden. En dat doe je met twee toestellen, deze pomp, een soort van fietspomp, en deze borstel. Eerst blaas je lucht in de boorholte, zodat het stof eruit gaat komen. Dat doe je twee maal. En dan neem je de borstel en kuis je de boorholte ook nog eens twee maal uit. Die borstel bestaat uit twee stukken. Het onderste stuk dient om de holte proper te maken en het bovenste stuk is een soort van ijzerdraad. En die dient om alles nog eens op te schuren, zodat je chemische anker ook goed gaat hechten. Werk je nu in snelbouwsteden, dan heb je nog een speciale plug nodig. Waarvoor dient die plug? Wel, die gaat er eigenlijk voor zorgen dat je niet al je kamers hoeft vol te spuiten. Want als je in zo'n snelbouwsteen werkt, je ziet dat die bestaat uit verschillende kamers. Als je die helemaal moet vullen, heb je natuurlijk behoorlijk wat chemisch anker nodig. Daarvoor dienen deze speciale pluggen dus. Dan is het tijd om je draadstang in te brengen en dat doe je al draaiend. Waarom doe je dat al draaiend? Wel, het chemisch anker gaat zich dan mooi rond de draadstang en in de boorholte bevestigen. En zo komen er ook geen luchtbellen in. Die luchtbellen in je chemisch anker gaan natuurlijk ook de stevigheid aanpassen. Eens dat alles klaar is en alles is uitgehaard, het staat trouwens ook allemaal altijd op de verpakking te lezen, is het tijd om je laster aan te gaan bevestigen en je moer. En zo heb je een zeer stevige verbinding die bijna nooit meer los zal komen. Nog even overlopen. Voor vaste gesteenten kies je voor een universeel plug. Die is eigenlijk overal toepasbaar, dus altijd handig om in huis te hebben. Een spreidplug gaat hier ook goed in verankeren. Je kan ook kiezen voor een constructieplug, een keilbout of een keilanker of een betonschroef. Ook het chemisch anker, die dient dan voor echt superzware lasten, gaat heel goed verankeren in vaste gesteenten. In snelbouwers moet je voor zo'n chemisch anker wel een huls gebruiken. In cellenbeton kan je naast de universele plug ook nog kiezen voor een speciale plug voor cellenbeton, met schroefdraad in dit geval, of een schroef voor cellenbeton. En in gipskarton,
Weer naast de universele plug kan je deze gipskartonplug gebruiken en deze parapluplugen of een tuimelplug. Nu, als je in het vervolg voor de doe-het-zelf in de rek staat en je ziet al die pluggen, dan weet je tenminste welke dat je moet kiezen, hè. Er is trouwens ook nog een handig overzichtsartikel te vinden in Dobbit 275, dat mag je ook zeker niet missen dus. Maar wil je alles op je gemak nog eens bekijken of deeltjes van deze aflevering, kan je altijd terecht op onze website www.dobbit.be. Tot de volgende keer!